Maar dat was echt kort. Deze, dat ze vooral voor elkaar hier komen vanavond. Maar ja, dan jagen we ze maar even snel doorheen. Te beginnen met Ronne! Ronne! Eindelijk een keer op niveau. Mijn laatste masker. Straatkou stram en stijf bevroren. Spoor van stokkels op de kin. Spoor van stokkels op de kin. Ontmoetingsplaats herbergt geliefden, een duistere versteken. Verfonfaaid sigaretten pak je in mijn jaszak, wel en wee. Wankelend haar raam passeren, puur, in sierlijk krakelee. De liefde weer eens duur betaald, zoals altijd, zodat u weet. Haar laatste woorden breed verslonden, gemengd gevoelig en discreet. Wie creëert deze deceptie? Prachtig, o zo delicaat. Patronen innerlijk verweven, stillevens echt in goud bij elkaar. Wilt u werkelijk ontdekken wat ik heimelijk verberg? Laat het mij terstond onthullen, opdat ik u niet langer terg. Lievelingen leggen het loodje, eerlijk, kwetsbaar en oprecht. Mijn laatste masker is het moeder. Bewust, in eenzaamheid, slecht. Met 172 nationaliteiten roepen we hier altijd gewoon Nederlandse poëzie. Maar ja, als je uit Afghanistan komt en een mooi gedicht hebt in het Dari, wat er nou weer vertaling wordt gelezen, dan zeg ik ja, zeker! En hier is voor jullie eerst in het Dari, dus de taal van Afghanistan is dus direct Dari. Dat is ongeveer hetzelfde als Farsi, alleen een andere naam, hè? Dat is een stuk duidelijker. Het gaat voor jullie gelezen worden en daarna de vertaling in het Engels. Maar eerst gaan we luisteren naar Somaya Ramish! شعرهایت را با بارود پر کن شعرهایت را با بارود پر کن باید مسلح باشی جغرافیای جنگ است اینجا هیچ نشانی رنگی نشانه دشمن ندارد شعرهایت را با بارود پر کن هر لحظه توپی، تفنگی، انفجاری، مرگی هیچ قانونی ندارد مرگ هیچ قانونی ندارد جنگ هزار بار هم ورقهای سفید را بیرق کنی کلماتت را قورت دهی و هیچ نگویی باز هم شعرهایت را با بارود پر کن تنت را، اندیشت را، مدرسه های جنگ از درونت به پا می خیزند. شاید نفر بعد خودت باشی. Thank you. Nu komt hij. Hey, in het Engels nog. Ja. Weten jullie. Oké, ik dacht dat ik de volgeloving aankondig. Weten jullie dat de Taliban verboden hebben dat dit soort avonden nu in Kabul gehouden worden? Lees de vertaling. Load poems like guns. Load poems like guns. War's geography calls you.
to arms. The enemy has no signs, countersigns, colors, signals, symbols. Load poems like guns. Each moment is loaded with bombs, bullets, blasts, death sounds. Death and war don't follow rules. You can make your pages into white flags 1,000 times. But swallow your words, say no more. Load your poems, your body, your thoughts like guns. The schoolhouses of war rise up within you. Maybe you are next. Ik ga er nog twee aankondigen en dan kan je echt helemaal vergrijpen. Ja, dat is wel even nodig. Ik ga eerst even de man uit aankondigen die vanavond, zoals af en toe dat we moeten doen, die ontdekken waarom dat 1-0-1-0 voor 0-2-0 komt. Hier voor jullie, Julian Harmen! Op de baan. Ja, maakt niet. Geen titel. Mijn leven bestaat uit verschillende diagnoses. Op pincetten lopend. Guns N' Roses met enkel een harp. Kurt Cobain met teksten van Guus Meeuwis. Mijn leven heeft geen titel. Al mijn potentiële biografen zouden per direct stoppen om uit het hotel uit Luigi's Mansion 3 eieren te bakken in alle beschimmelde pallen en alle vaatwassers van King Boo. Mijn leven heeft geen titel die niet cliché is. En bij het rijtje afgaan claimt de jazzpolitie copyright. Mijn leven is zoals jouw leven zou moeten zijn. En ik heb een verstandelijke beperking, autisme, gegeneraliseerde angststoornis. En toch heb ik bij onze laatste ruzie jou geboden mij aan te kijken als ik tegen je praat. En je liep direct weg. De Rolling Stones verloren van de Josti Band. Maar zelfs daar zit geen titel in. Overal zo Mick Jagger, net als jij, overal, zonder problemen en met positieve bombardie toegelaten worden. En ze geven mij met mijn rode ring outfit en mijn autipas om mijn nek het nakijken bij Dr. Mario. Die zegt dat ik dood ben, omdat hij dat hoopt, omdat ik meer van zijn broer hou. We voelen dus allebei hetzelfde. We zouden nader tot elkaar moeten komen. Maar dat gebeurt niet. En mocht dat gebeuren, dan wordt dat moment geen monument. En mocht dat gebeuren, dan nog zal er geen titel van komen. Dan wordt er copyright geclaimd door Charles Martinet, die net daarvoor Chris Pratt heeft ontvoerd als wraak op zijn stemmisbruik in het stennisluik van Nintendo. Mijn leven heeft geen titel. En ik heb ervan gebaald. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat ik de titel zonder leven definitief heb afgezworen. Dank jullie wel. Ja toch, lekker man, thanks. Ik ga de laatste dichter aankondigen. Dat was een beetje zoals als je in Parijs komt, dan coquetteren ze daar met het feit dat Vincent van Gogh er een tijdje heeft gewoond. En dat gaan we binnenkort ook doen met het feit dat Hanna hier een tijdje heeft gewoond in Rotterdam. Dat zie ik gewoon. Hier voor jullie als afsluiter van deze eerste voorstelronde. Hanna de Grave Loison! De laatste tijd droomt hij in cirkels en wordt hij wakker met de schaduw van de nacht nog op zijn huid. De man begint te vertellen. Sinds ze bij me wegging, doorloop ik de tijd tot aan haar begin. Als een voertuig dat de berm inslingert, blijf ik steken bij wat ze altijd zegt. Dat ik geboren ben met te weinig woorden voor mijn grote mond. En die blik dan in haar ogen, strak getrokken. Alsof er iemand daarachter al nieuwe lakens legt. Dank je. Dat over een kwartiertje, 20 minuten, ik even moet kijken, even Renato die blik in zijn ogen. We gaan weer naar de tweede ronde. Tot zo, muziek!